Thierry Schmitter, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ik heb, mag je voor twee dingen feliciteren. Oh ja, joh. Oké, ik weet wel wat het is dan. Vertel. Omdat ik hier gewonnen heb en omdat ik naar de Spelen mag. Is dat het? Precies, helemaal goed geraden. Het is officieel. Je gaat naar de Paralympische Spelen in september. Ja, stoer hè, vind je niet? Nee, zeker leuk. Maar oké, we zijn al langer bezig dan vandaag om dit voor te bereiden. Maar nu mogen we het aan iedereen vertellen, dus het is wel fijn. Zo'n kleine druk in de hele ploeg die weggaat. En ja, dat hebben we gisteravond gedaan tussen ons. En je ziet dat iedereen nu redelijk ontspannen rondloopt. Want hoe zijn André en Barend ermee omgegaan? Ja goed, kijk, die zagen natuurlijk wel een beetje aankomen. Maar nu het is officieel en ze hebben een plekje in het team aangeboden gekregen. En we blijven gewoon samen trainen zoals we altijd gedaan hebben. Dat was mijn wens. En ik heb ze een beetje verteld wat ik graag wil. En dat vinden ze ook mooi. En kijk, zij gaan daarna nog verder. Dus het is belangrijk voor hun. Het is alleen maar meegenomen als ze dat laatste traject nog mee kunnen pakken voor het vervolgtraject, zeg maar. Ben je een beetje trots op jezelf dat je hun hebt weten te verslaan? Maar trots. Nee, kijk, de doelstelling was niet om ze te verslaan. We trainen al zeg maar 4-5 jaar samen met elkaar. Dus de doelstelling was om de resultaat bij de Spelen te maximaliseren. Oké, nu het feit dat ik ga is natuurlijk wel mooi, maar het doel is iets breder dan dit. Zij zijn ook heel erg gegroeid. Waar we wel trots op zijn is dat we de enige kernploeg zijn in Nederland waar we 3 genomineerden in de ploeg hebben. Dus dat was een redelijk serieuze selectie en dat is wel goed. Het niveau is hoog binnen het Nederlands 2.4. Ja, dat is nog wel eens mooi. Maar voelde je dan nog wel druk? Had je nog soms een idee van ik kan misschien niet gaan? Nee, maar in dit soort termen heb ik nooit gedacht. Je doet gewoon het maximum om elke wedstrijd te winnen. En elke potje is belangrijk. Te zien omdat een selectiewedstrijd dat belangrijk is dan een ander. De gedachtegang is elke wedstrijd 100% concentreren en ervoor gaan. En je ziet het ook aan de resultaten. Dat een World Cup is of een met of zonder de concurrentie. Ik probeer gewoon te winnen. En, een keer lukt het en een keer lukt het niet. Maar het is niet omdat het een selectiewedstrijd is of niet. En nu kan de knop om. Je gaat. Moet je daar mentaal nog iets mee doen? Of is het gewoon gaan? We gaan door met ons traject, ons doel wat we hebben en vlammen. Ja, we gaan door met trajecten. Het is redelijk. Er is geen grote sprong of knop omzetten. Het is nu kunnen we gewoon alles open zetten wat we wilden doen. En de sparringpartners zijn er om dat proces te bevorderen, te faciliteren. En hopen tot een echt super resultaat bij de Spelen. Maar het werk moet nu beginnen, zeg maar. Nu gaat het beginnen, want je hebt nu hier afgelopen week zilver gold gehad. Je bent eerste geworden, want vandaag wordt er niet gevaren om te veel wind. Geen enkele klasse gaat het water op. Hoe zijn die paar dagen voor jou gegaan? Ja, belangrijk in de zin dat je ziet dat ja, als je in Weymouth bent, kan je zo 2 van de 5 dagen, wedstrijddagen, hoef je niet te varen. En dat wil zeggen dat je al vanaf de eerste wedstrijd moet toeslaan, wil je een kans hebben. En, ja, dat is ook in mijn aard om dat te doen, om geen gas terug te geven voor latere doelstelling of zo. Gewoon continu keihard gaan en dat heb ik gedaan en de concurrentie misschien iets minder. Maar ik heb ook gemerkt dat de concurrentie direct, dat we meer tactisch tegen elkaar aan spelen zijn dan onafhankelijk door de wedstrijdbaan. Dus de druk wordt wel hoger nu. Spannend. Gefeliciteerd nogmaals en succes in de komende periode. Ja, dankjewel.